Het tweede wat voor mij heel erg belangrijk was, of is dat niet alles draait om kerst. Natuurlijk is het de tijd waarin heel veel mensen die niet of nauwelijks in de kerk komen, juist denken van nou, laat ik nou eens naar de kerk gaan. Dit zijn de diensten waarin we ook daarom erg uitpakken en iets heel moois willen neerzetten. Om mensen onder de indruk te laten zijn van de boodschap en de waarde van die boodschap die we zelf heel erg hebben omarmd en waaruit we willen leven. Om dat ook bij die mensen te brengen. Maar het is niet kerst en alles wat we uit de kast halen om waarin mensen uiteindelijk hetzelfde zouden gaan kunnen omarmen wat wij ook hebben gedaan. Of kiezen voor Jezus. Het is juist de... Het is juist God zelf die dat doet. En dat is niet iets wat alleen maar met kerst gebeurt, maar dat is iets wat het hele jaar door gebeurt. Gelukkig. Dus het is goed om lekker op kerst te focussen. Maar gevaar is ook van alles draait om kerst, dat we alles tot in de perfectie willen neerzetten. En zelf hebben we de waarde hier als kerk van excelleren is belangrijk. Dus het beste geven van jezelf. Waarin we ook echt mensen kunnen aanmoedigen om dat te doen. Als het gaat om perfectie, dan zal het alleen maar uitdraaien op teleurstelling. Omdat niemand perfectie kan halen. Je zult alleen maar tegen jezelf aanlopen en de hele tijd jezelf naar beneden praten. Omdat perfectie, ja, dat gaat je gewoon niet lukken. Dus je kunt nog zo hard je best doen. Het gaat je niet lukken. En bij perfectie draait het ook waarschijnlijk meer om het product wat neergezet moet worden dan om de mens zelf die bezig is om dat product te brengen. En daarom is het ook goed om te kijken van hey, hoe zit die balans? Zitten we niet te veel in de perfectie? Moeten we niet meer de andere kant op balanceren? En wat ik zelf tegen mijn team zeg en ook tegen mezelf is een stukje wat ik ergens heb gelezen vorige maand. Als het gaat om de voorbereiding op die, bijvoorbeeld die kerstnachtdiensten die we draaien, is dat onze identiteit ligt in Jezus. Niet om de performance of datgene wat we neerzetten of hoe we uitpakken. Daarin ligt niet onze identiteit. Misschien gaan de diensten ontzettend goed en krijgen we heel veel complimenten. Misschien gaat het gewoon prima, oké. Of misschien gaat er van alles verkeerd. Zet ik allemaal verkeerde liederen in, zet ik allemaal verkeerde inzetjes in. Daarin ligt niet mijn identiteit of mijn waarde. Die ligt zelf in Jezus. Dus ik zeg ook tegen het team, relax. Geniet van kerst. Geniet van het team. Geniet van de mensen om je heen. Geniet van alles wat gebeurt in dit feestgedruis. En heb daarin een enorm mooie tijd met elkaar.